Zometeen in Zepsport gaan wij een volleybalprobleem oplossen. En dat doen we met niemand minder dan Manon 4. Maar Suzanne voor wie we dat gaan doen, die weet nog van niks. Het is een verrassing voor haar. Dus is het wel belangrijk dat jij je nog even gaat verstoppen. Als jij nou hierachter... Ja? Dan haal ik dit even... Dan ga ik nu Suzanne halen, goed? Dit gaat helemaal leuk worden. Kijk, een goede zaal. Heel veel ballen hebben we meegenomen. Want Suzanne, je hebt een probleem. Ja. Met volleybal. Nou, ik wil de sprongsurf doen. En ja, dat gaat niet altijd goed, want hij komt dan niet over het net. Of dan is mijn timing weer verkeerd, of dan is het opgooien en weer te scheef. Een sprongservice, wanneer gebruik je die bij volleybal? In de wedstrijd, als je een punt hebt, zeg maar, dan moet je sferen naar de tegenpartij. Oh. Nu ging ik over de gele lijn. Oh, dat mag niet? Nee, ja, en ik raakte niet goed op mijn hand. Dit is mijn probleem. Dit is het probleem. Maar verder moet ik zeggen, het ziet er allemaal hartstikke goed uit. Hoe lang volleybal jou? 3,5 jaar, 4 jaar. Zo. Heb je nog een droom wat je later zou willen bereiken? Ja, ik wil graag wel een Nederlands team komen. Ja. En nu op je spelen of zo. Zo. Ja, en dan denk ik ook een medaille. Een goud. Ja, bijvoorbeeld, ja. Gaaf zeg. En heb je ook iemand die nu in het Nederlands team zit die een voorbeeld voor jou is? Manon Vlier. Die speelt ook in het Nederlands team. Is best wel lang. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe oud ze is, maar ze is heel goed. Ze heeft altijd een vlecht in. Wow. En ze is er gewoon! Wat leuk! We gaan je helpen met de sprongsurf. Ja, graag. Leuk. Zien. Zo. Ja, ik maak goed fout. Dat deed ik, ja, oké. Okay. Nou, goed, ik... Dat deed ik nog niet hoor, toen ik 12 was, zo serveren. Dus petje af. Ik zag inderdaad dat je voetfout maakte. Mm-hmm. En dat komt omdat we in een vrij kleine zaal staan. Je moet er niet te dicht op, want dan maak je dus voetfout. Als je te ver staat, dan is het misschien moeilijk om eroverheen te krijgen. Dus het is wel de kunst om voor jou een goede afstand van de achterlijn te vinden. Dat zijn ze, hè? Ja. Zo hoort hij in principe. Ik bedoel, er zijn niet vaste regels natuurlijk. En iedereen heeft zijn eigen maniertje. Maar deze willen we, hè? Ja. Ja? Zeker. Nou, dan ga ik je daarbij helpen. Kom, we gaan iets meer in het hok. En dan heb je iets meer afstand. Dan geef je hem al een topspin mee. Door je hand eigenlijk... Weg te trekken, ja, weg lijkt te trekken. Het. Kan jij dat ook eens doen, Suzanne? Ben je links? Oh. Of gooi je hem... Oh, nee, met rechts. Sorry. Laten we hem maar een keer zien. Ja. Mooi. Nou. Je hebt geen voetfout gemaakt. Mm-hmm. Stap 1 is gelukt. En het feit dat je hem zeg maar zo mooi opgooit, dat is perfect. Ik zou nog één tip willen geven. Op het moment dat je de bal raakt, dat je zorgt dat je hem genoeg spin meegeeft de bal. Maar raak je hem dan eigenlijk mee als je de bal slaat? Met mijn hand, met mijn volle hand. Maar je begint eigenlijk hier min of meer op het moment dat je hem raakt. Je laat hem niet los. Eroverheen. Dus het is echt een polsbeweging die je eigenlijk eroverheen klapt. En dan... Als ik jou was, zou ik de cameraman... Zou het proberen. ...stop in de slaap. De cameraman? Ja. Ik zou mooi het doen. Mooi mikpunt. Oh. Bijna de regisseur, dat vinden we ook leuk. Ja, mooi. Weer de regisseur en bijna de cameraman. We komen in de buurt. Dit was echt een goeie. Wat me opviel... is dat je de ene keer met je linkerhand opgooit en de andere keer met je rechterhand. Maar op het moment dat je de ene keer links doet en de andere keer rechts, dan raak je een beetje die controle kwijt. Zullen we dus één keer verplicht met links en één keer verplicht met rechts? En dan kijken hoe die loopt. Wat voelde beter? Links, want nu moest ik rechts moest ik nadenken. Met je voeten, met je voetenritme klopte het niet. Je bent een links opgooider. Ja. Mooi. Heb jij een vraag? Hoe lang ben je eigenlijk? Goeie vraag. Goeie vraag. Ik ben 1,92. Oh. Ja. En jij? 1,61. Is er nog iets anders wat je wil? Nu? Nog een vraag? Wil je me pepperen? Ja, tuurlijk. Wat gaan we doen? Pepperen. En wat is dat? Inspelen op, in de volleybaltermen. Pepperen. Vind ik een leuk idee, maar nog één goede
sprongsurf. Oké, ja. Als die goed is, laat ik jullie pepperen. We hebben getraind, we hebben geoefend, we hebben tips van Manon Vlier. Maar ja, heeft Suzanne nu die perfecte sprongservice? Zet hem op, Suzanne. Dank je wel. Yes, lekker. Woe. Dit is een perfecte sprongservice, als je het mij vraagt. Maar als we het Manon vragen... Super, ik ben trots op je. Ben je al moe? Beetje. Nou, helaas, je moet nog even pepperen met jouw idool. Want wie is dat? Van Vlier. Precies, dat bedoel ik. Moet jouw probleem ook worden opgelost, geef je dan op via de site. Doeg. Doeg. Ik vond het wel heel leuk. Ja, ik had al. Kom maar.